dames en heren. Een knus stadionnetje. Dat is het stadion van Albufera, waar zo dadelijk dus Ajax gaat spelen tegen Lyngby BK, zoals hij dat voluit zegt. Een club uit de Deense competitie. Dit zou dus de wedstrijd zijn waarbij Ten Hag zijn basis gaat testen voor de klassieker. Want binnen niet al te lange tijd, zelfs volgende week zondag is het zover. Dan wordt er gespeeld in Amsterdam tegen Feyenoord. En dan moet die inhaalrace van Ajax gaan beginnen. Schöne. Tegen de club waar hij dus begon als voetballer. Neres. Neres, Ziyech. En daar is de 1-0 voor Ajax. Binnen 8 minuten zit Andersen de bal in het net beland. En het is ook een hele fraaie goal van Hakim Ziyech. 1-0 in deze oefenpot tegen Lyngby. En de bal keurig met een mooie curve in de uiterste hoek. Via de paal staat Ajax op een 1-0 voorsprong. En dan krijgt Lyngby die bal niet weg, bijna Huntelaar. Maar Ajax houdt wel de bal bij zich. Met Ziyech en de kopbal, ja, Huntelaar. En Andersen bij de les. Veldman. Ziyech. Kluivert. Gaat ook schieten, Kluivert, Andersen en de rebound is uitstekend. Donny van de Beek, Ajax binnen een kwartier op een 2-0 voorsprong. Doelpunt van Donny van de Beek. Eerst Kluivert en dan let Van de Beek heel goed op. De man van de 6 doelpunten in de Eredivisie. Waaronder 3 tegen NAC, in november was dat. Accenten leggen, dat is wat Ten Hag wilde in deze wedstrijd. En dat is wat hij tot nu toe heeft gekregen. De Ligt. Tagliafico, Frenkie de Jong. Tagliafico moet nu in actie komen, maar mist daar de bal. En Salah is er dan mee vandoor. En daar is George. En ja, dan is er geen redder meer aan voor Onana. En dus scoort Lyngby. 10 minuten voor rust is het Mayron George met links. Onana zit er nog met de vingertoppen tegenaan. Maar kan een doelpunt niet voorkomen. En daar is Neres. Mooi balletje op Neres. Huntelaar. En dan is het 3-1 voor Ajax. Ja, en zo kan het heel snel gaan. 2-0 voor, 2-1 en 3-1. De marge is weer 2 dankzij Klaas-Jan Huntelaar. Daar. De bal op Neres, die hem met enig risico bij Huntelaar bezorgt. En die maakt het dan uitstekend af. 3 wissels bij de Denen, 4. Marcussen is er ook bijgekomen. Kortom, een heel ander elftal bij Lyngby. Binnen de lijnen in deze tweede helft. Kortom, het is even voor Ajax zaak om zich weer in te stellen op deze volkomen nieuwe ploeg. De bal ligt op ruim 20 meter van het doel van André Onana. Hard geschoten zo op de handen van Onana. Die bal prachtig ziet aankomen. En dus een puikenredding van de doelman van Ajax. Opnieuw een overtreding. Ja, er wordt wat gemopperd. Tagliafico denkt er het zijne van. Hier nog eens kijken wat er gebeurt. 2 spelers die omvallen. Mohamed Saïd invallen. En oh, hij mist. Het blijft 3-1 en de rebound wordt niet raakgeschoten door Christiansen. Boom, schiet de bal op de lat. En de rebound Jesper Christiansen. Penalty hier dus niet in. Blijft het 3-1. Voorzet en de bal via de onderkant van de lat. Ja, zo heeft Lyngby toch ook nog eens pech. Want dit was op zich een hele aardige aanval van die Deense ploeg. Wel weer een goede aanval van Ajax. met Kluivert, met Ziyech. En dan levert dat doelpunt nummer 4 op. Ja, goed opgezet hoor, door Hakim Ziyech. Kluivert speelt hem dan breed en dan komt Ziyech op het juiste moment de 16 meter in. En is het een koud kunstje voor Hakim Ziyech om het dan af te maken. Neres. Neres kijkt. Neres, Van de Beek. En krijgt dan weinig ruimte, maar toch een heel goed schot van Van de Beek. En het is een treffer. Ajax prikt er nog eentje bij. En het is de tweede van de Beek. Goeie aanval, Donny van de Beek. Zijn tweede treffer in deze wedstrijd. De aanname is goed, moet dan nog een extra beweging maken om daar zich helemaal vrij te spelen. Om die bal mooi met rechts in de verre hoek te krijgen. En dat lukt dan uitstekend volgende week zondag. Dan gaat het voor Ten Hag om het Echi. Feyenoord. En Ajax blijft het proberen. Opnieuw met Johnson. En wordt dit opnieuw, nee, dit keer niet Donny van de Beek, maar dan vanuit de rebound Neres. En zo komt er in de laatste minuut, sterker nog in de laatste seconde van de officiële speeltijd, nog een grote kans voor Ajax. Ajax laat hier eigenlijk toch wel een prima indruk achter. Met een 5-1 overwinning. Kortom, je mag zeggen, na deze oefenwedstrijd tegen Lyngby, dat het een geslaagde ontmoeting is geweest.